hier komen, maar we zitten hier in het plaatje. Zullen we nog in Rico? Oké. Nou, welkom allemaal dan bij deze presentatie van de Piratenpartij op een technisch congres. Dit is de eerste keer dat de Piratenpartij aanwezig is op op zo'n dag als vandaag, ICT-fair met ICT-tracks, deze cloud track. Leuk dat we hier mogen zijn. Dit is de Piratenpartij. Ik zal niet te veel reclame maken voor wat we doen, maar er zijn vier punten echt belangrijk: mensenrechten, burgerrechten. En dan specifiek gericht naar ICT, daar hebben we toevallig handigheid in, daar zijn we goed in. En vandaar ook de link dat wij nu hier staan. En transparante overheid. Overheid die verantwoording aflegt en laat zien wat ze doet, die gedraagt zich al gauw snel beter dan als dat met dichte deuren gaat. We zijn voor participatie van mensen in de democratie. Een referendum vinden we niet zo'n mooi instrument, maar het is wel fijn dat het er is. Zonder referendum was het nog vervelender, zou ik maar zeggen. We beschouwen het als een noodrem eigenlijk. Je wil niet dat je in de trein zit dat iemand aan die noodrem trekt, maar het is wel mooi dat die noodrem er is of nodig. We gaan het hebben over democratische gereedschap. Vrijheid van informatie ken je ons misschien ook van. Patentrecht, copyright. Manieren om de zorg bijvoorbeeld goedkoper te maken, dus om te zorgen dat er niet zoveel geld naar de farmaceutische industrie gaat. Daar ken je ons niet van, je kent ons van Daan al. Als je hier wat meer in verdiept, dan is dat ook een punt van copyright. Dit ben ik. En we gaan het hebben over de sleepwet, zoals dat dan populair heet. Officieel heet het de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, de WIF. Waarom heet het nou sleepwet dan? Dat komt vanwege deze analogie. Als je een heel groot net neemt en die hang je uit je boot en die sleept zo over de bodem van het oceaan, dan vang je alles wat er zit. Alle informatie, als je het terugbrengt naar het afluisteren van een gesprek over internet, alle informatie die jij deelt met iedereen via internet, dat kan worden afgevangen. Nou, de kans bestaat dat dan ook informatie van terroristen daarin zit en dan kan je dat mooi opzoeken als je die informatie maar hebt. Vandaar die analogie met sleepwet. Nadeel is dat jouw informatie en wat jij communiceert er ook in zit. En dat vind je misschien niet leuk. Een ander nadeel is, één keer gevangen gaat nooit meer weg. Hoe weet jij nou of die veiligheidsdienst die niet doet? Na 3 jaar of na hoeveel jaar wordt het afgesproken. Dit is wat we gaan doen. Ik ga je vertellen waar die sleepwet vandaan komt, wat eraan vooraf ging. En wat er goed aan is. Want begrijp me goed, we zijn niet tegen bevoegdheden voor veiligheidsdiensten. Of voor de werkwijze van de Algemene Veiligheidsdienst of de Militaire Inlichtingendienst. Hartstikke goed dat ze er zijn. Doen goed werk. Maar de bevoegdheid in deze wet vinden we te ruim. En dat is beter, daar ga ik je iets van vertellen. Dus wat is er goed en wat is er niet goed aan deze wet en wat kan er beter? Hoe zit het nou met het referendum dan? Daar gaan we het over hebben. En hoe is deze wet in strijd met de Grondwet in Nederland en met het Europees recht? Puntje educatie is wat we hier vandaag doen. We vertellen dit verhaal aan iedereen die het horen wil tot 21 maart bij dit referendum is. Wat vooraf ging, je kent in Nederland briefgeheim, toch? Je doet iets in een envelop en die pak je dicht en dan geef je aan de postbode. En er is een grondwet uit 1848 die zegt, één keer dichtgeplakt die envelop, dan mag niemand hem openmaken. Geldt dat ook voor e-mails, denk je? Nou, een e-mail plak je in ieder geval niet dicht. Althans, misschien jullie als ICT'ers hebben wel eens gespeeld met mail-encryptie, dan plak je hem wel dicht als je die analogie wil volgen. Maar een e-mailtje zou je kunnen zeggen, een postkaart. Je moet gewoon platte tekst die je aan je internetprovider geeft. Dus er zijn wetten in ontwikkeling die je maken of het briefgeheim ook van toepassing is, maar het is niet zo. Maar ook met dat briefgeheim dat we in Nederland hebben, zijn er overheden, en dat we doen nu ook wat eraan vooraf ging, zijn er overheden die de landen niet voor omdraaien om die enveloppen open te maken. Oost-Duitsland is een mooi voorbeeld waar ze dus industriële schaal alles openstonden en dan die brief eruit haalden en een beetje maken en dan weer dichtmaken, of lezen en dan weer dichtmaken. Overheden gedragen zich niet altijd volgens de wet. Dit was het voorbeeld van Oost-Duitsland toen er nog een ijzeren gordijn. Dit puntje gebruikt om de stemming onder de bevolking te peilen. Politieke ontrouw. Ik zeg niet dat dat in Nederland niet zo is of ervan kan komen, maar je hebt wel voorbeelden in Europa waar dit al wel aan de hand is. Turkije is een voorbeeld waarvan iedereen ziet, oh ja, daar zitten rechters en docenten in de gevangenis. Catalonië in Spanje, daar zit zo flink op te letten. En dat waren wel plekken waar we tot een paar jaar geleden gewoon zonder daarover na te denken op straat lagen. Dus het komt wel deze kant op. Eenmaal verzameld in de sleepwet gaat die data nooit meer weg. En je weet niet wat de toekomst brengt. Of e-mail moet vallen onder briefgeheim of niet, daar zijn ze volgens mij nog niet helemaal uit.
In ieder geval zouden wij kunnen gaan spelen met mail-encryptie. En dat doen jullie ook, met je chatprogrammetjes en je telefoontjes. WhatsApp is tegenwoordig versleuteld. Je zou ook nog mooie programma's kunnen gebruiken als Signal, dan is het weer niet van Facebook. Maar je kan het ook met e-mail. En als jij een website bezoekt, zo kan je een certificaat opzetten dat je via HTTPS naar dat ding toe gaat. En zo kan je zelf voor je encryptie zorgen. Maar ja, dat zien overheden ook. En nog dichterbij dan Turkije en Spanje, wat ik net zei, liggen Frankrijk en Duitsland. Die mail-encryptie, het is wel mooi dat jullie dat kunnen beveiligen, maar we willen toch graag die elektronische brieven kunnen openstomen als het nodig is. Encryptie moet niet zo zijn dat de overheid er niet bij kan, zeggen deze landen en dat zegt de Verenigde Koninkrijk ook in Engeland ook. Er is sprake van of we encryptie wel toestaan aan onze burgers of niet. Met andere woorden, of je die envelop wel dicht kan pakken. Terug naar de WIF, de Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten, de Sleefwet. En als er in Nederland een wet geschreven wordt, nou, dan wordt er een commissie begonnen, even kijken naar de oude wet of die nog wel voldoet. En die commissie die kwam tot de conclusie van nou, er mist nog wel een paar dingetjes in. Want het internet is wel heel erg groot geworden. We doen bijna alles communiceren via internet. We doen geen envelop meer. En die bracht een advies uit, er kwam een concept wettekst uit. En daar konden we op intekenen, konden we wat van vinden met elkaar. En je ziet hier, 557 mensen hebben dat gedaan. Of instanties hebben dat gedaan, die hebben input geleverd. En dat was best uitgebreid. Als je wilt nalezen wat er nou qua privacy misschien niet optimaal is aan die conceptwet, is dit een mooi stuk wat je zou kunnen lezen daarover. Nou, al die reactie is verwerkt. Daar is de concept, of daar is de echte wettekst van gemaakt. En die is voorgelegd aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft gezegd, oké, dring het naar de Eerste Kamer. En die zei op 26 juli, oké. En nu is de wet van kracht. Dus de WIF, de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, is van kracht. Hij is nog niet effectief, dat is 1 januari. Althans, we hebben wat dingetjes nog niet af, het wordt mei. Maar de wet is aangenomen en hij wordt in mei effectief. Dat is de status van deze nieuwe wet. Wat is nou goed aan dat? Nou, er zijn nu voorzieningen getroffen die rekening houden met wat je kan op internet. En wat de inlichtingendiensten, de militaire en algemene veiligheidsdiensten, wat ze willen, is ook vanaf de kabel kunnen afluisteren. Maar wat jij met wifi doet in de ether, dat konden ze al, maar ze willen ook op die kabel. Daarnaast wordt voorzien in een DNA-databank. Ze mogen biometrische gegevens van jou verzamelen. Dat waren voorzieningen die in de nieuwe wet staan. Wat is er dan niet goed aan? Nou, daar komen we zo ook op te spreken. Dit is wat de overheid zegt. De oude wet volgt het niet meer. De oude wet in 2002, die doet niet rekening met alle technologische mogelijkheden. En dan met name, zeggen ze hier, 4K. Dat zit dan in de nieuwe wet. Wat is er tegen, dat komt er zo meteen terug, is de checks en balances daarin. Geeft ze meer bevoegdheid, moeten ze daar ook meer verantwoording over afleggen dan. Nou, daar vinden wij is een onbalans. Die je zou kunnen beter maken. En er is wel een toezichthouder op de uitvoering van die nieuwe wet. Alleen die toezichthouder rapporteert aan dezelfde minister. En dan krijg je die situatie dat je een slager hebt die zijn eigen vlees keurt. En die toezichthouder doet misschien heel goed werk. En ik veronderstel dat hij heel goed werk doet. En die zegt, nou, we gaan hier eigenlijk ons boekje te buiten. Minister, daar moet je eigenlijk wel mee doen. En dan zegt hij, ik hoor wat je zegt. Maar ik doe het in deze la en daar kom ik op terug. Of kom ik op terug. Als je toezicht inricht, moet dat eigenlijk onafhankelijk zijn. Die toezichthouder moet je ook mandaat geven. Maar het is niet in voorzien in deze wet, deze nieuwe wet. We waren bij wat is er goed aan. De reden dat die veiligheidsdiensten deze bevoegdheden vragen, daar wordt vaak verwezen naar terrorisme. En dat is ook een hele belangrijke reden. Je ziet dat er aanslagen zijn. Overal in Europa, overal in de wereld. En als je namelijk alle communicatie van iedereen hebt, dan kan je misschien kijken, hey, daar is een boef. Met wie praten die allemaal en kan ik daar een netwerk mee vinden? Of misschien kan ik zelfs voorspellen waar mensen van zijn te gaan doen. Arthur Dr. Leeuwen was oud-chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die maakt dat punt hier in het terrorisme. Maar, wat nou als we straks een aanslag hebben in Nederland? En we hebben deze WIF actief. Dan is die aanslag niet voorkomend. Je kan niet meer terug. Alles wat jij communiceert, omdat er in jouw straat of in jouw stad een mogelijke proef was, hebben ze al die gegevens verzameld. Dat staat in databases. Dat ligt dan ook misschien wel bij buitenlandse veiligheidsdiensten en het gaat niet meer weg. En je weet niet welke analyses en welke conclusies instanties daar nu op doen. En je weet ook niet, zoals ze er ook meedoen,
over 2 jaar of over 4 jaar of hoe lang die data daar ook staat. Die data gaat niet meer weg. Dit kan je niet meer terugdraaien. Ze hebben al heel veel data. En dan krijg je de analogie van de spreekwoordelijke hooiberg met die naald erin. Hoe vind je nou in al die data die we nu al hebben, de aanwijzingen of iemand iets naars van plan is? Ja, een flap plaatje natuurlijk, maar je kan het zo zoeken in de hooiberg. Er zitten natuurlijk geavanceerde algoritmes op. Maar wat die veiligheidsdiensten vragen is, mogen wij ook een grotere hooiberg maken alsjeblieft? Mogen we meer informatie verzamelen van iedereen? Nou, je kan ook zeggen, misschien moet je met de informatie die je hebt wat meer gericht zoeken. Dat is het punt wat wij maken. We zijn niet tegen gerichte recherche en gerichte onderzoek op mensen die je verdenkt. We zijn tegen het ongericht vangen van alle informatie van mensen die geen kwaad in de zin hebben. Jouw recht op privacy is misschien wel belangrijker dan allemaal. Omdat jij je anders gaat gedragen, ook in je eigen huis als je je afgeluisterd weet. Maar goed, ze vragen om een grote hooiberg. En die hebben ze gekregen. Oké, we hadden het al, mensen in het vizier. Aanslagen die gepleegd zijn in het verleden, als je dan terugkijkt van hé, ze zaten al in die database, we wisten het eigenlijk al, we handelden er alleen niet naar. Hier in Stockholm, hier in Orlando, hier in de Thalys en hier in Londen. Al die aanslagen in de afgelopen tijd in Europa, daar hadden we informatie van, voordat we meer informatie gingen verzamelen. We handelden er alleen niet naar goed naar. Dat is een van de argumenten die we maken tegen deze ruimere bevoegdheid. Hey, je had die informatie al, zelfs van mensen die nog geen dingen gedaan hebben waarvan je denkt dat we dat niet willen. Dat is dit voorbeeld van die IS-strijder die al door de AIVD in de gaten gehouden werd. Zonder die extra WIF-bevoegdheden wisten we het ook al. Je kan meer informatie gaan verzamelen, maar je kan niet meer terug. Je kan die informatie niet, je kan niet zeggen, oh doe een shift delete, want we wilden het eigenlijk toch niet. En die data wordt gedeeld met derden, met bevriende veiligheidsdiensten. Nou, noem eens een land waar wij goed bevriend mee zijn. Laten we zeggen de grootste binnen de NAVO, de Verenigde Staten. Als je dan kijkt wat die doen met hun informatie, kijk, fouten maken is menselijk. Gebeurt daar ook. En we zitten hier in een cloud track. Nou, die zijn misschien wel mensen die bekend zijn met een kleine afkorting hier, AWS. Amazon Web Services, daar hadden we het net over. Daar kan je leuke backupjes in maken en dat deed CENTCOM ook. Het ministerie van Defensie, CENTCOM ook. Van de Verenigde Staten. En er zat daar geen goed wachtwoord op. Kleinigheidje, dat gebeurt altijd. Hebben jullie op je werk ook dat je een keer je wachtwoord niet goed instelt? Het gebeurt wel met jouw data als je pech hebt. Als je de enige manier om zeker te weten dat die data niet in verkeerde handen komt, is het niet verzamelen. Ander voorbeeld. Het is niet helemaal gerelateerd aan deze wet, maar het is wel een voorbeeld van een instantie die veel informatie verzamelt en daar analyses op wil doen. Want we zijn tegen uitkeringsfraude, daar ben ik ook tegen. En de Belastingdienst ook. En die heeft daar een automatisch pakket voor bedacht, Siri, die gaat kijken of je geen uitkeringsfraude hebt. Maar de Belastingdienst, net als het ministerie van Defensie, net als jullie ook in je bedrijf, die maken ook fouten. En misschien wel willens en wetens. Dan gaan we te ver. Wil je meer data verzamelen? En is dat wel nodig om je veiliger te voelen? Dat is een soort schijntegenstelling. Die vaak gebruikt wordt. We hebben meer data nodig om terroristische aanslagen tegen te gaan, want die auto's toch te verleeuwen zijn. Het is een schijntegenstelling. Op het moment dat jij niet vrij kan communiceren, onafgeluisterd, met mensen in jouw sociale omgeving, op het moment dat een journalist niet vrij kan communiceren met zijn bron, dan kan je dus ook niet vrij je eigen volksvertegenwoordiging controleren. Je recht op privacy, op vrije communicatie, onafgeluisterd, zijn de checks en balances tegenover je eigen democratische gekozen overheid. Meer data verzamelen maakt het niet veiliger. Je zou kunnen zeggen, je recht op privacy opgeven maakt het onveilig. Misschien niet vandaag, met onze huidige regering, wat je ook vindt van Wet 3, zou ik maar zeggen. Maar wie is er over 4 jaar of over 8 jaar aan de beurt? En hoe zit dat in het buitenland, met die regimes daar waar we onze informatie verdelen? De nieuwe WIF houdt geen rekening met het medisch beroepsgeheim. Artsen vinden dat niet oké. De Landelijke Huisartsvereniging die gaat daar ook een punt van maken. Wat ook in de nieuwe WIF zit, is een DNA-databank. Ze mogen ook ongericht DNA-materiaal verzamelen. Op het moment dat de veronderstelling is dat er een terrorist bijvoorbeeld hier in de zaal zit, dan zou je kunnen zeggen, we swipen straks die stoelen of bij jou in de kroeg. We gaan DNA-materiaal verzamelen, kijken wie waar is geweest. Er is al een DNA-databank in Nederland, die wordt opgebouwd van veroordeelden en verdachten van grote delicten. Die databank mag ook ingezien worden door die veiligheidsdiensten. Dat mag ook hier worden. Dat is ook
biometrisch materiaal mag met deze WIF worden verzameld. Journalisten kunnen niet meer vrij met hun bron praten met deze nieuwe wet. Daar zit hier in het artikel in de Telegraaf die dat illustreert. Ook de Nederlandse Vereniging voor Journalisten gaat een punt maken tegen deze wet. En gaat dit punt bij de staat zeg maar aankaarten. Dit is het punt van democratische controle. Privacy, je burgerrechten privacy, zijn de checks en balances. Is de democratische controle van je overheid. Je weet niet met wie het gedeeld wordt. Je weet niet welke analyse erop gedaan wordt. En als jij straks, misschien niet dit jaar, misschien niet volgend jaar, misschien over 5 jaar, met je paspoort op Schiphol bent en je zegt, mag ik ook even vliegen naar dat land? En dan gaat de rode lampje af bij die meneer. Dan zeg je, oké, maar waarom mag ik niet in het vliegtuig dan? Dan zegt hij, ja, weet ik niet, wil je lampje branden? Oké, waar komt dat vandaan? Dan weet ik ook niet, maar wil je lampje branden? Dan heb je ticket. Jij weet niet welke conclusies worden getrokken uit welke database. Met dit voorbeeld op Schiphol of op andere plekken. Je moet je afvragen of die extra bescherming, als die er is, tegen terroristische aanslagen, of het je waard is om daarvoor de privacygegevens te verzamelen. Ja, een aantal mensen vond van niet en maakte gebruik van het recht voor een referendum. En een aantal studenten hebben dat in gang gezet. Je hebt gezien dat die handtekeningen verzameld zijn. 407.000 handtekeningen zijn er verzameld. En gesteund door niet de minste, Amnesty International kwam. En van links, dit is de SP, tot rechts, Vorm van Democratie. En nou, ik houd het staat er ook bij. Steunen dit referendum. Het is als je het vraagt aan de Piratenpartij, als je het vraagt aan mij, is het referendum geen fijn instrument, dat raadgevend referendum. Ik zou een ander instrument willen, maar ik ben wel blij dat het er is. En wij maken de analogie met een noodrem in een trein. En als je in een trein zit en dat ding rijdt 140 per uur en iemand trekt aan die noodrem, dan is dat niet grappig. En al je spulletjes liggen over de gang en je blauwe plekken, maar je bent blij dat die noodrem in de trein zit. En dat is wat het referendum is. Het is goed dat we hem hebben. Maar wat dat denkt ons kabinet anders over? En kennelijk de meerderheid van de Tweede Kamer denkt er anders over. Ze zien dat het referendum een beetje een belletje trekken, zou je kunnen zeggen. En ze gaat afschaffen. En op zo'n manier afschaffen dat we niet als samenleving mogen zeggen of we het willen afschaffen. Dat we het referendum over afschaffen willen zeggen. Het is geen belletje trekken. Het is een noodrem. En er zijn situaties, en het volgende slide is een grapje, dat snap ik ook wel. Maar er zijn situaties dat je denkt, blij dat er een noodrem niet uit zit. En dat is wel wat een referendum is, als je het aan de piraten op treft. Nederlandse Vereniging van Journalisten gaat naar de rechter. Gaat het voorleggen aan de rechter van de staat heeft hier, gaat hier zijn boekje te buiten. En ook in het Europees Verdrag van de Mensenrechten, ECHR, zit een artikel dat, waar deze statement mee in strijd is. En die punten worden ook gemaakt in het buitenland. Ik hoop dat je wat geleerd hebt van dit verhaal. Dit zijn opleidingen die we doen. Dit is wat de Piratenpartij doet, sowieso, ook als we niet gekozen zijn in de Tweede Kamer. We gaan in Nederland door met dit verhaal, tot 21 maart in ieder geval. Als je wat opgestoken hebt, vertel het in je eigen sociale netwerk. Als je wilt dat wij dit verhaal komen vertellen bij jou in de buurt, dan komen we langs. Zoek ons op internet. Dit was ik. Dus zoek mij op als je wil. En laten we verder praten over hoe we hiermee verder gaan in Nederland. Als afsluiting, we zijn niet tegen bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten. Het is goed dat ze er zijn, ze doen goed werk. De checks en balances met zoveel rechten die we ze geven, die zijn onvoldoende. En daar moeten we met elkaar kritisch aan kijken. Dankjewel voor je aandacht. Hebben jullie ook vragen? En anders doen we dat zo meteen beneden in de bar met een kopje koffie. Want ik geloof dat de tijd om is. Dankjewel.